Spanje. Ja, jij denkt in Nederland, hè? Je denkt in Spanje. Maar er moeten één binnen, niet twee, hè? Eén van de twee. Weer Spanje, hoekschop. En dan dit. Goedrol denkt één keer verkeerd kloppen, dat is niet erg, maar de tweede keer gaat hij... Woensdag 7 juli 2010. Spanje wint van Duitsland en staat samen met Nederland in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Donderdagmiddag is het stil bij de Spaanse restaurants in Eindhoven. Maar bij Centro Español op het Hugo de Grootplein leggen de wat oudere supporters maar weer eens een kaartje op de overwinning. Wat wordt het zondag, denkt u, met de finale? Ja, Spanje winnen. Spanje winnen, proberen. Spanje moet het doen. Goed, Moet niet, maar... Goeie jongen van een Hollander, maar... Spanje 2-1. 2-1. 2 voor Spanje, 1 voor Nederland. Oh. En wat maakt ze zo goed, die Spanjaarden? De Spanjaarden is fantastische voetballer, hè. Is andere kwaliteit dan Nederland. 1-0 van Spanje. Dat is zo. Heel bescheiden. Ja. Bonjour. Zijn de Spanjaarden zo bescheiden of denkt u dat Nederland toch wel een sterke tegenstander is? Ja, Nederland heeft veel geluk, hè. Allemaal zo geweest, hè. Maar vindt u het leuk dat dan Nederland tegen Spanje speelt? Ja, ze leuk. Bidja is leuk. Ja, ja. Voor de Spaanse mensen is beter Spanje, Nederland. Bent u een beetje tevreden met Spanje? Spelen ze goed? Ja, ja. Ja. Daarom, ik verwachtte voor de zondag de Spanje kampioen, hè. Sorry voor Nederland, maar. Ya veo caminar. No pide un número. Ponte aquí sentado, que te conozcan en el pueblo. Si no, no te van a conocer, no van a ser.